Goedemorgen. Ja, het loopt alweer tegen de middag aan. Het is 11:30 geweest. En de exacte tijd is 11:41. Het is woensdag. Het is de 28e februari. Ik ga heel even weg. Ja, want volgens mij mag ik een nieuwe telefoon uitzoeken. Ja, dus ik ga eventjes naar Vodafone. Neem jullie even niet mee? Nee. Want ik hoop dat ik ook snel weer terug ben. Want Chrissy die komt ook weer. En dan moet ik thuis zijn. En ik wil even bij de koffie halen. Dus ja, ik probeer zo snel mogelijk thuis te komen. Ik ga de extreme kou trotseren. Daarom neem ik jullie ook niet mee. Want ik doe mijn handschoenen aan. Ik ga zelfs geen Pokémon jagen. Nee. En ook geen ballen halen. Nee. Te koud voor. Ik doe mijn telefoon in de tas. Ja. Dat, dan gaan we er gauw even uit. Ik zal me heel goed aankleden. En ik kom straks alweer terug. Om het resultaat te laten zien. Als ik tenminste inderdaad een nieuwe krijg. Ja, ja. Tot straks. Hey meisje. Hey meisje. Ja, vrouwtje zit thuis, hè? Vrouwtje was even weg, hè? Ja. Ja, en helaas geen nieuwe telefoon. Nee, maar ik weet wel wanneer wel. September. Ja. Rot maand ook weer. Ja, dan had ik 10 jaar getrouwd kunnen zijn ook. Ja, het gaat zo snel. Maar ja. We gaan wel door. Ik heb ook eventjes lekker koek in huis gehaald voor straks. En ja, voor vanavond even wat eten erbij. En natuurlijk heb ik nou wel weer een bounty. Ja, ja. Lekker. Hak van de week niet. Nee. Maar in ieder geval, ik ben weer thuis. En ik ga zo weer even verder met andere dingen, bezigheden. Ja, dat ik, of ik het jullie laat zien, ik weet het eigenlijk nog niet. Ga je genieten van een bakje koffie. Vind je het goed? Zo niet? Hey, pech. Doei, doei. Ja, ja, we hebben een lief hondje en een lief poezenbeestje. Ja, maar de rest is weten we niet. Nee. Ja, lief hè. Ja, je bent lief. En het is koud en het is triest. De zon die is verdwenen. Deze hebben we ook. Deze hebben ook worden gezegd. Ja. Die is ook mooi. Ja, we zijn weer met de pc bezig, althans ik niet. Chrissy. Ja, die doet het. Ik er geen verstand van hebben. Maar wat een problemen. Internet viel weg. Ik zit nou weer aan de wifi in plaats van aan de kabel. Bel je, hoe heet dat die lui? Ziggo? Ziggo. Bel je op. Krijg je te horen dat het aan de landdraad ligt. Oftewel aan de kabel. De landkabel. Landkabel. Nou ja. Lekker. Die is pas nieuw. Ja. Dus hoe is het en de wat is ik niet weten. Maar in ieder geval. We zitten nou weer op de wifi. En mijn schone zoon, die zal denk ik vanavond eventjes weer proberen te helpen of zo, als we er zelf niet uitkomen. Maar we hebben het momenteel eventjes genoeg gedaan. Ook lief, hè. Oh, wat lief. Jullie even kijken. Kijk dan, Chinese kindertjes. Schattig, hè. Ja. Dat, maar in ieder geval, Knippen, zegt ze. Ze knipt zo de boel kapot. Ai. En dan gaan we daar plakken. Oh, daar plakken. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie op drinken, want ik heb nog koffie staan. Zij dat erop zit, een looie pijp. Ik niet. Nee, ik niet. Dus, maar ja, het komt allemaal goed. Dat, ja. Ik zou nog zelf ook wat gaan doen. Want als ik niks zit te doen, want ik kan daar toch niet bij helpen. Ja, op de neus zitten te
kijken. Nou ja. Nou, echt niet? Echt niet, nee. Opstouten. Opstouten, zegt ze. Ja. Hé, Sushi? Ja? Hou je nog een beetje van mij? Altijd, schat. Dankjewel, lieverd. Maar in ieder geval, ik laat haar lekker begaan en ik ga, denk ik, even weer wat maken, ja. Mijn vingers zitten toch onder de lijm, dus gaan we mooi verder. Maar eerst mijn koffie. Tot later. Doei, doei. Ja, en mijn zusje is nog steeds lekker bezig. En ik heb wat voor haar gemaakt als dankjewel. Ja, een hele mooie spiegel. Dus ja, ik vind hem zelf heel mooi. Ja, ja. Hij is ook heel mooi. Met diamantjes eromheen. Doe maar duur. Ja, doe maar duur. Dus, en nog even een beetje opgepoetst en opgewreven. En dat dankzij mijn zoon, want ik had dus een secondenlijn erop gemorst. En ik kwam daar te laat achter. Ik had het hier niet door. Ik begrijp het trouwens nog niet, dat het in het midden van de spiegel kwam. Ik ben o zo voorzichtig geweest. Maar mijn zoon, die had mij een gouden tip gegeven voor mijn inductiekookplaat, om die schoon te krijgen. Dus dat heb ik opgevolgd. Denk dat hij, zij, meen ik een heel ander merk en wat vele malen duurder was. Maar dat doet er niet toe. Ik heb het anders gevonden, Mr. Muzzle. Nee, en ik maak geen reclame. Ja, ik maak reclame, maar ik word er niet voor betaald. Nee. Maar mijn zoon Harald van Beek, die heeft mij dus de tip gegeven. Schoonmaakmiddel van de kookplaat. Daar kun je lijm mee afkrijgen. Dus dan kan ik het ook bij mijn windscherm op mijn scootmobiel doen. Ja, want er zit ook lijm in op. Dus dat gaan we ook doen, maar niet nou, want daar is het veel te koud voor. Dan moet het wel een aantal tug graden warmer worden. Ja, voordat ik buiten aan het werk kom. Maar ik ben hier tevreden mee en blij mee. Ja, ja. En Chrissy is er ook blij mee. En daar hebben we onze rode dakhaars. Hé, hey, kerel. Mag je lekker boven te slapen? Ja. Hé, hey, wat een dikkie, hè, man. Hé, hey, wat een dikkie, hè. Gaan we doen. Hé. Hey. Ja. Oh, wat zijn we lief. Hé, hey, wat zijn we lief. Ja, en een hondje die is ook lief, die ligt daar. Op de bank. En waar zijn die anderen? Weet ik niet. Nou, doet er ook niet toe. Maar in ieder geval, we gaan weer verder met de banaan. Tot later. Ja, de wilde wou er een naar buiten. Ja, zien we hem lopen? Nee. Ja, daar stoort hij. Nou, hoop dat jullie hem zien. Nee, we zien elkaar. Nou, komt u maar. Veel te koud, man. En daar ligt er een. Die ligt lekker te slapen. Ja, deze is ook niet wijs. Je bent niet wijs, joh. Ja, dat zegt tante Chrissy ook al. Je bent niet wijs. Ik ben niet wijs. Tante Chrissy zei het. Ja, tante Chrissy zei het, hoor. Ja. Echt waar. Jullie zijn gewoon gestoord met z'n allen. Ja, dat komt. Daar ik ooit vroeger heb gewoond bij Oort. Wat is het nou weer? Moet je mij op de foto zetten zo dan? Nee, dan? Dit is film, dit is vloggen, schat. Oh, dit ook. Oh. Kan wel weer, hè? Oh. Ja hoor, schat. Oh. Jij kent altijd.
Wat doet ze nou? Hé, hey, wat doet ze nou? Leg je er nou voor pampers erbij? Ik denk nou. Maar je hebt koffie, Sussie. Ja. Lekker een bakje koffie. En hoe laat leven we vandaag? Nou, dan leven we ook half tien, dus dan vind ik het ook wel niet. Half tien alweer, mensen. Nou, half tien en het is nog steeds woensdag, de 28e februari. 2018. 2018 wordt er gezegd. Ja. Dat, ik zou zeggen, een fijne avond verder. Doei. Nee, ik richt nou op mezelf, schat. Of zie je me niet? Zie je me? Ja? Ik zie je wel. Mooi. Maar zeg toch gewoon doei. Nou, doei. Dag. Ze zeggen wel rustig slaap lekker. Mooie dromen. God zegen. En gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei. Moet weer draaien. Ah, anders zie ik niet. Hé, hey, ben je schuil ook hier te spelen? Kereltje. Kom eens aan. Kom eens. Hé, hey man. Ja, een hele goede morgen. Wat er nog van over is. Het is 11:14. Het is 1 maart. Nog zo'n maand. Ja, 3 maart. Over 2 dagen. Is het 1 jaar geleden dat ik mijn mannetje weggebracht. En dus ja. En nou, zal ik zometeen eerst die bril schoonmaken. Ik ben niet opgemaakt, want ik heb hoofdpijn en niet zo zuinig ook. Het wil niet over. Hondje wil erin. Ja. Kom maar gauw. Wow, die is zo koud. Ja, dan moet ik er ook weer uit, hè? Ja, moet ik er ook weer uit, hè? Kom eens hier. Hé, grapjes. Ga je wat doen? Oh, ga op de bank. Ja, plekje, hè. Joh. Ja, hè. Goedemorgen, man. Koud er buiten. Ja. Oh, zo koud, schat. Ja. En daar gaat de klok weer. Ik weet niet of die gelijk loopt, ja of nee. En dan moet ik mijn pc doen. Mooi achtergrond. Ja, mooie achtergrond toch? Of niet dan? Allemaal van die mooie achtergronden. En dat is mijn hondje die erin zit. Met zijn koppie. Mrouw, wat mrouw. Dat is ons prinsesje weer. Hé, nou, dan komt om 12:30 in mijn huishoudelijke hulp. Rebecca. Ja, meisje. Ja, meisje, wou jij er ook op? Nou, mag hoor. Ja, kijk dan. Hé? En dat is het bandje, polsbandje van mijn camera. Hé. Mevrouw, ja. En dus, ja, mijn andere meisje zal wel op de vensterbank liggen. Die het net aan het braken geweest, ja. Waarom staat dat ding uit? Nou, zien we zo wel. Dus ja, dat ik ga koffie maken en mijn bril schoonmaken en koffie zetten en een broodje maken, de afwas in de vaatwasser doen, want er staat weer het nodige. Dus ja, dan gaan we allemaal weer opruimen. Ja. Dus tot straks maar weer. En daar zit de dame dreigen weer te wassen. Ja. Ik was er dus weer even. Ik heb even de spullen klaar gezet, gelegen, hoe noem je dat? Voor morgen, wat er allemaal in gaat. Nou, tenminste, dit gaat er niet in, maar dat komt erbij. Ik weet niet of dat te zien is. En ja, dat komt erbij. Nou, niet alles natuurlijk, maar overal een beetje van. Ik had van de vorige keer nog kool over.
dat is Chinese kool. Daar komt ook dit nog doorheen voor kleurverschil. Dat is gewoon leuk. Er komt cornet beef doorheen. En dit doe ik als laatste. Dat gaat ik nu weer terug in de koelkast. Want ik ga enkel eerst dat klaarmaken, dat bakken. Dat kan wat in de zuurpan. En dat doe ik pas morgen. Ja, dan wordt dat lekker. Dan blijft, anders wordt het zo, een smurrie troep. Daar hou ik niet van. Maar het komt dan allemaal door elkaar heen op natuurlijk het vlees erna. Dus ja, dat is mijn ding. Dat ga ik straks tot zover klaarmaken. En laat ik het jullie weer eventjes zien. Dat ik hoor daar wat. Ah, daar ben jij. Ach zo. Dag mijn lieve hondje. Moet jij een koekje? Moet jij een koekje? Ja, zo meteen? Of wil je niet? Hé? Mal beestje. En daar is die. Nou, waar mijn andere... Ik geloof dat die rode boven is. En ik heb mijn prinsesje net zien lopen, maar waar ze is, dat weet ik weer niet. Oh, ik zie er al. Ja, ja, op haar eigen plekje natuurlijk. Hoepeta. Hé, wijfie. Hoi meisje, hoi meisje. Dat, ja, lieve vrienden, daar zijn ze ook aan het verhuizen of zo. Er staat een grote bus. Ja, er komt van alles en nog wat uit. Er wordt getjouwd. En dat met die kou. Bah, nee, moet je niet willen. Maar ja, wat moet gedaan worden. Dus, dat lieve vrienden, ik ga zo meteen aan de gang. Ondanks dat ik knallende koppijn heb en er zo wat schilven zie. Ja. En die ooglid, die trilt maar en die trilt maar. En dat is waar dat ook al weet ik ook niet. Heb ik ook al maanden last van. Ja, de huisarts heeft vorig jaar gezegd, drink je koffie? Ja, ik drink koffie, dat weet je toch? Nou, dan moet je meer thee drinken. Thee? Nee, thee, ik ben niet theeliefhebber. Ik drink het wel, maar dan moet ik last van mijn maag hebben. En dan ook heel erg. En dan drink ik thee. Maar voor de rest, ik sta met koffie op en ik ga met koffie naar bed. Af en toe wat anders tussendoor, zoals water drink ik. Af en toe een sappie, wijntje drink ik, dat weten jullie. Nou ja, gaat gewoon door. Ik kan niet zonder koffie, nee. Dat is lekker mijn ding. Lekker puh. Nou, tot straks. Ja, hier waren we weer even. Ik ben al bezig geweest. Dit is paprika's. En een siepeltje, twee siepeltjes en twee teentjes knoflookhekken ertussen zitten. Ja, dat gaat zo meteen in de pan, in die grote pan. Daar gaan we even wat verpakken om te bakken. Zo, dat is een beetje al. En als dat helemaal lekker knapperig en bruin is en lekker is, ja, ik kruid het in de pan. Dus dat pak ik zo ook. En als dat klaar, het bijna klaar is, tenminste bijna wat heet, gaat de kool er doorheen. En dat is dus eigenlijk al klaar is afgieten. En dat gaat op het allerlaatste erin. En dan bak ik morgen de krieltjes apart in een koekenpan. En dat gaat daarna de pas doorheen. Maar dat laat ik jullie allemaal wel zien. Ja. Ik ga nu eerst de kruiden pakken. Daar heb ik twee handen voor nodig. Ik zet jullie dus even neer. Ja, die kan eventjes daar gaan. Zo. En dan pakken we die grote bak weer. Die is loodzwaar. En wat hebben we dan nodig? Nou, dat is currypoeder. Wat is dit? Nee, dat moet er niet doorheen. Paprikapoeder. En wat peper. Ja. En natuurlijk wat zout. Dat hebben we nodig. Ja.
dan ga ik jullie even weer ergens anders neerzetten. Dan hoop ik dat jullie mij een beetje kunnen zien. Zo, dat moet even daar naartoe. Daar naartoe zet ik die hier neer. Dan pakken we dus de bak en draad. Ik moet ook nog een roergeval hebben. Dat is dat ding. Ja, en jammer dat het dan niet inderdaad een geurcamera is, hè, wat ik al vaker heb gezegd. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Bestaat zover, ik weet ook nog niet. Nee. Nou, die kin aan. Ik. Het handeltje is koud. Ze had geen gevoel erin. Maar ja, we gaan door. Ze worden vanzelf wel weer warm. Toch? Ja. Nou, ik heb het er al in. Twee stukjes. Nou, laten we lekker smelten en lekker bruin worden. Daarna gaat dit hutsje-mutsje erdoor. Dat ga ik dan kruiden. En dan is het even wat bijblijven met omscheppen en doen. En als het kruid is, kan ik dat weer wegzetten. Gaat weer in de bak en dat ruim ik dan weer op. En die kunnen van binnen achter. Zo. Pond er helemaal op. Ja, die staat helemaal op de ring. Ja, ja. En die smaakt wat koud, lieve vrienden. Oh. Weet jullie wat ik ga doen? Ik ga koffie maken. Ik heb een hele tijd geen koffie meer gehad. Druk bezig. Dus ja, dan moet ik wel even de waterkoker vol. Want anders hebben we niks. Dat is wel genoeg. Even. Zo, die is aan. Koffie in, koffie. Zo. Hopla. Zo. En dan komen we weer terug. Gaan we hier weer kijken. Oh, zie dat. Dat ging straks. Dat hoef je nou nog niet. En het vlees moet nog bakken. Dan kan dat in de soeppan. Maar dat doe ik als laatste wel hoor. Eerst dit klaar. Dan het vlees. Hé jongens, en jullie willen niet weten hoe hard het hier al bij de kust waait. Mijn tuindeur die staat gewoon te klapperen in zijn voegen. Dat ik heb hem gewoon aan de onderkant nu half op vlot gedaan, dat hij aantrekt. Nou, die kunnen we even lager. En dan pakken we het bord. Nou, je hoort het wel. Zo. Zo, op gelijk de rond. Zo, lekker. Met een lepeltje. Oftewel met dit ding, met die houten spadel. Een beetje maar een naam heb. Zo, nou die kan daar even overheen. Dan gaan we de kruiden doen. Nou, eerst zout. Zo, dat is één. Straks gelijk weer in het mandje. Oh nee, ik heb het vlees nog nodig, hè? Is ook zo. Nou, paprika poeder. Zo. Currypoeder. Dat is het grote gat, die wordt niet dicht. Wel de kleintjes. En de peper, en daar moeten we
even mee uitkijken. Tegenwoordig met die rotpotjes, want die gaatjes zijn allemaal zo groot. Ja, en dan vliegt het eruit. Zo. Nou, dat kunnen we er even eentje hoger. En mijn water is klaar voor de koffie. Zo, dat is de koffie. Nou, ik ruim het toch nog even op hoor. Want het staat er nou in de weg, dat vind ik niet fijn. Nee. Dus even weer wegdoen. Even het kastje. Ik zal nooit daar aan toe ben. Hoppla. Zo. Nou, daar waren we weer. Ik zal het jullie even laten zien. Is het lekker of niet? Ha? Ja? Ik vind het heerlijk. Ziet er goed uit. Dat was mijn stoel. Zo. En dat ruikt dan lekker, hè? Ruikt zo lekker. Het is eigenlijk een eenpansgerecht wat je dan krijgt, maar die aardappeltjes. Die bak ik toch liever apart en daarna er doorheen. Normaal behoort het allemaal in één pan klaar te maken. Net zoiets op een boot, hè? Eén pan gerecht. Zo. Nou, de kool. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet nu. En dan kieper ik de kool er doorheen. Chinese kool, je kan er allemaal doorheen doen. Allerlei soorten. Wat jij lekker vindt. Maar het moet wel slinken. En vooral blijven roeren. Eigenlijk. Dat wou ik jullie even laten zien. Dus we gaan weer verder. En mijn stoel die ruikt iedere keer weg. Oh, is dan. En het ruikt zo lekker. Het ruikt zo lekker. Ja, ja. Te knapperen. Oh, het ruikt zo overheerlijk, mensen. En ik zal hem even op lager zetten. Dan moet even wat ik verwacht had. Nog een stukje bechamel erbij. Ja. Hopla. Het is een BK-pan. Die ik ooit, heel lang geleden. Vroeger ooit een keer was ik tupperware demonstratrice en dan kon je dus punten verdienen en met die punten kon je weer dingen bestellen wat een tupperware artikel was zoals deze BK. Zo oud is dat ding al. Ja, en ik gebruik hem gewoon als wokpan, laat maar zeggen. Ja, waarom moet je dan een wokpan kopen? Dat is dan toch niet nodig? Nee, vind ik niet. Nou, ik zal het jullie weer even laten zien. Zo. Ziet er toch lekker uit? Nou, dan gaat dat er nog doorheen. Hup.
En als ik overhoud, nou dat zal gaan ze wel, maar dat boeit me lekker niet. Dan heb ik dus, kan ik het invriezen. Ja. Of morgen. Ja, morgen eten we dit sowieso, hè. En zaterdag. Kan ik zaterdag verder eten. Ah. Dan kan je weer even hoger. Ja, het vraagt wel heel veel. Bak en braad of bechel, waar je ook maar mee bakt. Maakt niet uit, olie. Ja, misschien olie niet, maar ik gebruik liever zelf geen olie. Waarom niet? Ik heb ooit vroeger, dat ik nog jong was, ik in mijn onwetendheid niet hoe ik het allemaal doen moest. We zouden voor het eerst fondue. En ik had dat nog nooit gedaan. En dan moest met olie. En dat moest eerst voorgewarmd worden. Ja, wat denk je? Vlammen in de pan. Mijn hele keuken zwart. Dus ik ben bang van olie. Om met olie te gaan bakken. Ik gebruik wel olie, maar andere doeleinden. Ja, soms wil ik het wel eens gebruiken, maar doe ik ook een beetje bak en braad bij of wat dan ook. Maar ik gebruik het beetje zelf. Want dat is wel zo gezond, zegt men. Nou, ik zal het jullie weer laten zien. Zo ziet het er nou uit. Nou, en dan pakken we, hoe dat polsbandje. Nou, de doppetjes met worteltjes ga ik afgieten. En zo, pan er even uit. Nou, dat dacht ik, hoef jullie niet te zien, dat weten jullie voor jezelf wel. Zo. Nou, dan moeten we nog weer eerst even roeren. Wat dan omscheppen. Zo, nou trekken we die even verder. Zo, die plek, lekker mee. Nou, even de worteltjes wat kleiner maken. Hier en daar de grote. Het staat zo leuk voor de kleur. Wat donkergroen. En ja, ik vind het leuk staan. Het staat gezellig. Het hoeft niet alleen nog lekker te wezen, maar het moet ook gezellig wezen, vind ik. Toch? Ja, dat vind ik van wel. Nou, ik laat jullie weer even kijken. Nou ja, jullie zeggen het maar. Kijk of ik wat licht erbij kan toveren. Zo. Nou, jullie mogen het zeggen. En dan is het alleen nog de cornetbeef. Maar dat moet heel voorzichtig. Dat mag niet. Dat moet in brokken blijven. Dat hoeft maar heel even. Dus ja. Maar die moet ik ook nog snijden. Zo, nou dan kan die even lager. Die zet ik gewoon op 2. Dat kan opgeruimd worden. En dan ga ik jullie weer even verlaten. Want ik ga mijn koffie even opdrinken. Dat moet even zo laten staan. Even bekommen, het staat maar op 2. Ik ga mijn koffie opdrinken naar de cornetbeef snijden tot zover ik nodig heb.
En dat doen jullie weer erbij en dan laat ik het wel weer zien. Tot later, tot strakjes en geniet van alles. Ja, en jullie zien het, ik ben al bezig te snijden. En gewoon in die blokjes. Kleine moeten ze ook niet, want dat gaat heel snel kapot. Ja, dus ik snij zo'n plak, snij ik zo door de helft. En dan zo in vier, ja, in drie geloof ik. Ja, drie blokjes. Oftewel, zes blokjes wordt het dan. Nou, en zo ziet dat er al lekker uit. Dus. Nou, ik vind het overheerlijk. Ja, ja. Dus, nou zullen we dat even verder gaan doen. Gewoon, ja. Hup. Ja, krijg je zes blokjes. Zo, nou nog één. Zo. Ja, dan laat ik het jullie weer eventjes zien. Nou is mijn linkerhand vies. Ja, dus jullie zien dat. Dat gaat één die pan ook. En dan het even omtrekken een paar keer en klaar. Ik ga het gelijk uit. Zo. Hey kerel, het wordt donker, hè? Ja, het wordt donker. Ik heb mijn koffie ook nog staan. Nou, die drink ik eerst even ervan op hoor, vind je het goed? Hé man. Lekker bakkie, al zegt vrouwtje het zelf. Ja. Zo. Ook dat is weer op. Dan zet ik hem weer even lager. En dan is het. Hoppelablabla. Zo. Nou, dan zal ik die. Ho. Eerst even omscheppen. Oh, kijk eens aan wat lekker. Nou, dan is dus alleen nog die krieltjes morgen nog bakken. Ja, en dat komt er dan nog een keer doorheen. En dan is het smullen. Dit is klaar. Morgen wordt het toch weer opgewarmd, dus dan wordt de... Goh, ik ben ineens de naam weer kwijt. Cornet beef. Wordt dan ook lekker warm, maar het moet in brokken blijven. Ja, helaas wel. Anders krijg je zo'n vieze smeurie. Maar het ziet er lekker uit, vind ik zelf. Dus ja, het is een leuke idee voor degene die dit willen uitproberen. Het is lekker, je kunt ook met rijst eten. Met bami, met macaroni. Ja, noem maar op. Dat kent ook allemaal doorheen. Het is waar je van houdt. Nou, en ik wil het nou eens een keer met krieltjes doen. Gebakken krieltjes. Dus het komt allemaal goed. Dus straks ga ik zelf ook eten. Ik heb ander eten. Moet dat nog pakken. Het vlees. Maar ik ga eerst pauzeren. Heb ik wel verdiend na dat. Dus ja, lieve vrienden.
zeg tot strakjes. En mijn eten is wat ik nu op mijn bord heb, dit volgende. En ik vind dat het er al met al er heel lekker uitziet. Ja, met natuurlijk een wijntje erbij en een bakje koffie. En nee, ik heb nou geen echte kaars erbij aan, want ik heb een beetje last, ja. Klein beetje benauwd, dus daar denk ik even mee om. Ik heb wel de elektrische aan, maar geen echte, ook geen zin in. Krijg je het nog veel erger, hè? Dus. Maar dit ziet er overheerlijk uit. Ja. Nou, fijne avond en tot de andere kant van de nacht.